Deze week heb ik samen met de groepen 5 en 7 van SBO Zonnevank, mijn schoolschrijverschool, iets heel leuks en creatiefs gedaan. We gingen allitereren. Alliter wat? Allitereren. Lastig woord, maar als je weet wat het betekent, wil je het ook gaan doen. Wedden? Allitereren betekent dat je in een zin verschillende woorden hebt die met dezelfde letter beginnen. En die woorden staan dicht bij elkaar. Misschien denk je, nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Oh, absoluut. Boeken staan er vol mee. Ik heb meegenomen De Reuzenkrokodil van Roald Dahl. Een fantastisch boek. Misschien ken je het en dan weet je dat de reuzenkrokodil heel graag een heel mals kindje wil opeten. En hij vertelt dat tegen Huppel de Pup, de aap. En die aap schrikt daar enorm van en die zegt dan, jij glibberige gluiperd. Voilà, alliteratie, glibberige gluiperd. Er had ook kunnen staan glibberige schurk, of glibberige valsaard, of glibberige stiekemert. Maar dat is niet hetzelfde, het mooie, als glibberige gluiperd. Twee woorden met dezelfde toon zorgen voor een beetje muziek in de zin. Ander voorbeeld. De reuzenkrokodil vertelt tegen Humpie Rumpie het nijlpaard wat hij van plan is. En dan zegt hij, ik ga mijn holle, hongerige buikje vullen met iets om te smikkelen, smakken en smullen. Hij had ook kunnen zeggen, mijn lege, hongerige buikje, maar nee, mijn holle, hongerige buikje. Met iets om te smikkelen, smakken en smullen. Dat klinkt anders dan smikkelen, eten en kluiven. Alliteratie, ja, geef je de taal iets moois mee. Nou, met de kinderen van groep 5 en 7 hebben we ook geprobeerd om te allitereren. En hoe doe je dat? Heel simpel. Je kiest een letter. Wij begonnen met de letter M. Nou, toen gingen we gewoon proberen, hoe kunnen we een zin beginnen met de M? Nou, toen hadden we al heel snel mijn moeder. Maar toen dacht ik, daar kan nog wel iets tussen mijn en moeder. En na lang denken kwamen we op mijn mollige moeder. Toen gingen we verder, want dan moet er wel een werkwoord komen. En zo gingen we elke keer een stukje verder in de zin en toen kregen we groep 7, de meester en ik. Mijn mollige moeder moet morgen met mij mee muziek maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 woorden. Nou, vind je het super of niet? En je kunt natuurlijk ook een andere letter weer gaan kiezen. Bijvoorbeeld de D, de letter D. En Tyrell uit groep 5, die had een fantastische zin bedacht. De dingo dwarrelt door de deur. Dat je in groep 5 al zo'n moeilijk woord, een dingo, kunt gebruiken. Australische verwilderde hond. De dingo dwarrelt door de deur. Nou, die komt op een heel bijzondere manier binnen. Tyrell was echt een topper van de week. Jandel, die had ook een heel moderne alliteratiezin. Donderdag doet Donovan de dragon. Dab.
Helaas wilde hij in de klas niet laten zien hoe die zelfverzonnen Dragon Dab ging. Maar de zin was top. Maar soms is het ook lastig. We gingen ook proberen met de letter H een zin te maken. En Shivam, die begon heel goed. Het hondje holt heel het huis. Ja, en dan moet er nog een woordje achter. Het hondje holt heel het huis door. Dan heb je een goede zin. Maar door begint met de en niet met de he. En daarmee waren we bezig. Dus er moest een stukje van de zin af. Het hondje holt heel hard. Het hondje holt heel hard. En zo had Shivam toch eens een mooie zin gemaakt. Nigel uit groep 7, die begon zo. Het haas hapt heel hoog. Nou is het natuurlijk niet het haas, maar de haas. Maar toen gingen we denken, kunnen we dan toch iets met die haas doen? Natuurlijk. Het haasje hapt heel hoog. Als dat worteltje heel hoog gehouden wordt. Ook heel leuk bedacht van Nigel. En nu jij. Jij gaat ook allitereren. Ik zal eens kijken of ik nog een letter heb voor je. Oh ja. De letter W. De W. Ga jij maar eens proberen een zo lang mogelijke zin te maken. Waarin elk woord begint. Succes!